De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat Emmaus heette en dat ruim 11 kilometer van Jeruzalem lag. Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl ze zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe. En hij liep met hen mee, maar hun ogen werden verhinderd hem te herkennen. Hij vroeg hen: wat is dat voor een gesprek dat ge onderweg met elkaar voert? Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. Een van hen, die Kleopas heette, nam het woord en sprak tot hem: zijt gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat ge niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Hij vroeg hen: wat dan? Zij antwoordde hem dat met Jezus de Nazareër, een man die profeet was, machtig in daad en woord, in het oog van God en van heel het volk. Hoe onze hoge priesters en overheidspersonen hem hebben overgeleverd om hem ter dood te laten veroordelen en hoe zij hem aan het kruis hebben geslagen. En wij leefden in de hoop dat hij degene zou zijn die Israël ging verlossen. Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Wel hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht. Ze waren in de vroegte naar het graf geweest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden. En ze kwamen zeggen dat ze ook nog een verschijning van engelen hadden gehad. Die verklaarde dat hij weer leefde. Daarop zijn enkele van de onzen naar het graf gegaan en bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. Nu sprak hij tot hen: o onverstandige, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Beginnend met Mozes verklaarde hij hun uit al de profeten al wat in de schriften op hem betrekking had. Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, maar hij deed alsof hij verder moest gaan. Zij drongen bij hem aan: blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde. Toen ging hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl hij met hen aanlag, nam hij brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen hun de ogen open en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: brandde ons hart niet in ons, zoals hij onderweg met ons sprak en ons de schriften ontsloot? Ze stonden onmiddellijk op, keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden ze de 11 met de mensen van hun groep bijeen. Deze verklaarde: de Heer is werkelijk verrezen. Hij is aan Simon verschenen. En zij van hun kant vertelden er wat er onderweg was gebeurd en hoe hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, mooi evangelie, waar onze paus ook een mooi tekst over heeft geschreven, een korte tekst. Maar het mooie is van dit evangelie dat de leerlingen Jezus herkenden na het eten van het brood. Dat is een regelrechte verwijzing naar onze Eucharistie. Zonder de Eucharistieviering is een mens nooit in staat om God te herkennen, om Jezus te herkennen. En zo schrijft de paus dat. De weg naar Emmaus wordt symbool van onze geloofsweg. De schriften en de Eucharistie zijn onmisbare elementen om de Heer te kunnen ontmoeten.
Ook wij komen dikwijls naar de zondagmis vol van onze zorgen, onze moeilijkheden en ook ontgoochelingen. Soms kwetst het leven ons en gaan we weg naar ons Emmaüs, terwijl we de rug naar het plan van God toekeren. We verwijderen ons van God, maar de liturgie van het woord vangt ons op. Jezus verklaart ons de schriften en ontsteekt in onze harten opnieuw het vuur van het geloof en van de hoop. En in de communie geeft hij ons kracht. Amen.